Nee, hij gaat naar Holland. Hoppie! Waar ben ik in Heemrijk? In Amsterdam. Hé. Door vaas houdt je aan. Wat? Losje, ja. Oké. En dan ga je gewoon doen net of dat we hem afknippen. Ja. Knip hem niet af. Maar ik ga hem natuurlijk wel eens fixen. Ik wil dat hij nog snijdt. Ik wil de heren wel gedaan. Ja, maar ik doe het maar van binnen. Ja, dik. En dan maar rond, hè, langs de pet. Ja. Vlieger. Konden ze mee vliegen jagen? Vliegen jagen, hè. Dat waren ideaal. Dan hebben we hier een klapstrijk. Ja. He, helemaal weggesmeed. Ja. Als je harrenkelt, zeggen ze ook. Ja, harrenkelen, ja. Dat je achter elkaar ruikt. Ja. Dat die zijn klossen niet aan kapot schuift. Die werden dan ook van de binnenkant uitgesmeed. Ja. Ja, ik zie het. Een lamlijntje eraan. Als je paard gaat met een toontreder. He, ja. De kromme. Ja, ja. He, dan werd dat draagvlak aan de buitenkant. Verbreed, verbreed, dat je iets meer draagvlakte had. Ja, ja, dat je niet, niet meer te doen. Niet, dat je niet wegzakt op zijn eerste benen. Ja. Ja, en deze is nog speciaal. Dit dat is nog gebruikt aan een paard van Pietje Boudewijns uit Mariehout. Pietje Boudewijns, ja, de grote Pietje de Tus, ja, 16 kinderen uit. Ja, ja, dat weet ik. Mijn moeder was nog net zo jong als zijn dochter. Daar werd er dan omgezet. Ja. Want daar was er dan een die liep een beetje te veel op zijn teen. Ja, ja. En dan werd daar mee gewoon vuur tegen de voet omgezet. Ja. En dan moest hij, was hij verplicht achterop, dat hij deur ging zakken, dat hij pezen ging rekken. Ja. Eigenlijk. Ja, deze kunnen we wel meestal zo van de... Nooit van de fabriek. Dat zijn allemaal ijzers die met de eigen hand gemaakt zijn. Ja, ja. Het werd gewoon van een raagstuk ijzer. Ja, ja. Dan werd daar. Dan weet ik wel, de ringelid. Zo uitgekapt. Ja. Dit was gewoon een teken van de buiten. Ja, buitenkant. Hoe wij ze aan de buitenkant. Ja. He, dat was dan die kant links en rechts. Ja. He, en die werd naar de hand. En ik heb weer zo'n pijn voor die gaten. Opgestampt. Ja. Met die dingen, kijk. Ja. Dat was voor de gater. Voor de gater. En de gater sloeg er ook gewoon in. En die werd gewoon. En die werden naar de hand dan. Onder pet gebrand gewoon. Ja, ja. Kijk, daar zit ik al tegen die jongens, daar weet ik niet meer. Dan stond ik al bij die boel te gloeien, daar is dat tegen die hoef hier tussen die knieën en die vrouwen lopen aangevaar. Die bokjes van de lui, die gingen op de schouders hangen. En dan dat maar vuren. Dan gingen ze maar staan vuren langs, dat begrijpt het niet. Hè. Kijk, dit was vroeger het gebruik met kurkijzers. Met kurklager om. Oh. Kijk, dan dragen ze ook helemaal niet. Nee. Hier, deze plaatjes die werden vroeger gebruikt met sneeuwijzers. Ja. Hè? Ja, ja. Als er veel sneeuw was, dan koopte dan zo wij het aan. Ja, ja, niet op de harde weg, nee, maar vroeger hadden allemaal die binnen die zandwegen. Ja. En kijk, dan stapelde door, kan een hele klont sneeuw onder zetten. Nou, en die werden dan met die plaatjes opgevangen, daar hield die sneeuw er niet op. Nee, nee. Hey, die bracht je gewoon onder deze jacht gewoon mee. Ja, ja. Hier heb je ook nog weer een. Dat is speciaal. Dat is ook nog speciaal uitgesmeed. Ja. Dat is een paard waar een ontsteking in gehad. Aan de rechter buitenkant, in dit geval. En dat is dan eraf gesneden. En met pijlen te opvangen. Ja. De druk van het lopen eigenlijk te voorkomen. Ja. Ja. Dit is nog vroeger, dit is nog een ijzer van mijn overgrootvader. Overgrootvader, dus ja. Die van 1903 die hebben we gezien, maar die hebben we ook nog. Ja, dat was vroeger eigenlijk, in Duitsland werden die veel gebruikt. Ja. Hier zijn die niet zo veel gebruikt. Nee. Het is nu een keer dat ik het zie bij jou, oké. Nou. Ja. En dat was een soort... dat is gewoon net in de zeggen, hier eigenlijk. Onder de schroeven. Maar dit materiaal, was dat een staal of is dat een soort... Nee, dit is... Als beste beetje? Dit is een touwsoort. Ja. Met een soort... Ja, plekspulder. Ja, ja. Zo zeggen. Ja, ja. Sorteren. Maar die zijn ook gemaakt met staal erin. Oh. Ja, ja. En dan, als die dan af begonnen te slijten, dan hadden door, kwamen er gewoon net als in de staalborstel eigenlijk die pinnen gezuigd. En door hielen werd... Ja. Daar gaat die gladheid tegen. Ja. Dit
zijn ijzers het fijnste van allemaal. Ik heb expres veel bewaard. Dat was van Jan Kuipers. Van Gelder. Van Gelder, malle Jan Kuipers. Ja. Zie je? Ja, dat je de bossen, Jan nog haalt. Een die park waar ze zo vlak afsluit, die komt je zeldzaam tegen. Ja. Volgende vatting. Er werd vroeger. Denk ik heb mijn naam nog bij. Kijk. Koupeer. Je staat. Dat je niet eens kunt. Ja, koupeeren. Part, Ingelid en ja. Hup. Je staat. En dan doodgebrand. Lekker. Ja, als de, van een veulentje heb ik hem nog. De grote weet niet wat die gebleven is. Maar hier. Kijk, daar staat dan eigenlijk de bot in. En dan werd hij daar gewoon mee doodgebrand. Die kort staartje was mooi. Stamboekkeuring. Hup, in de nek van het paard. Ja, kijk. En hier werd dan de kar mee omhoog gezet. Ja. En dan werd er het wiel verder afgehaald. Ja, ja. Dus en dan werd met dit apparaat werden dan die wielen gemaakt. Ja. Dat ding dat draait mijn kant van niks. Ja, ja. Zo hard ik werk. Dat is op. Dit is het oude vliegwiel waar hier vroeger bovenop zat. Oh. Ja, ja. En hier hebben we een draaier. Die paalt hier nog op. En zo werd het vroeger met de hand werd die gedraaid. Ja. Ja, ja. En door dat grote vliegwiel, dat ja, krimpt de snelheid van het boer. En hier heb je nog iets moois. Hier moet je naar die ook loslijken, ja. Hey. Ja. Dat is nou het oude munitiekistje nog van 1418. Van 1418, ja, dat dacht ik. Dan kun je niet meer langer rijden. Dus uit de patroonbouw. Van 1418. Ja. En die is nog veel ouder. En in 45 hebben wij er ook nog geraakt. In de oorlog van 40, ja, 45 ook nog. En dat is helemaal nog minder steen. Gewoon met maalsteen. Dat zie je niet. Dat is een ijzeren bak. Ja. Ja, ja. Maar zit, er zaten geen stenen in met tandwieltjes of iets anders? Ja, wel met tandwieltjes, maar gewoon meer het oude koffie. Ja, 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 ja. Ja. Dit is een BH hoor. Ja, van pet. Voor de koe. Ah. Voor de uier. Voor de uier als een koe. Een grote uier, hè? Ja. En een trooi is rooi. En dan, als die opstonden, dan trapten ze eigenlijk op die spenen. En dan waren ze niet meer op de melk, hè. Dat was dan de schade tijd. Ja, en dat kostte vroeger gruwelijk veel geld. Ja, en tijd. Maar kijk, daar hadden helemaal, zitten helemaal met rubber ophangdingen zitten die in elkaar. Ja. Dat was de allereerste zetbank. Ja. Hey. Kijk, en die zet ik hier tussen. Een duimstok gebruiken. Kijk, en dan zet ik hem gewoon. Mooi rechtje omgezet vuur. Ja. Dat is.